Oké, ik ben ondertussen wel erg benieuwd wat nou de hoogste haalbare FUT-draft is in FIFA 19. Ik heb laatst al een keertje een FUT-draft gedaan en toen ging ik lekker spelen, had ik ook video over gemaakt. Maar toen had ik niet een extreem goede draft, maar ik vond het wel leuk om te doen. Maar vandaag heb ik wat FIFA points gekocht op mijn PlayStation 4, want ik heb de Xbox en PlayStation. De Xbox is zeg maar mijn hoofdaccount, daar doe ik eigenlijk alles op. PlayStation is meer voor extra. En dat is op zich voor dit soort video's wel handig, want dan kan ik lekker onbeperkt FUT-drafts doen. En dan kan mijn score helemaal verkrekt worden. Maar dan maakt het niet uit, weet je. Als mijn score maar op de Xbox een beetje goed maken blijft. Want ik ga natuurlijk al die drafts gewoon leaven. En dan gaan we even kijken wat er maximaal haalbaar is. Ik ga gewoon lekker veel drafts doen. En dan zien we wel. Maar dan wil ik jullie eerst allemaal vragen om even dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou al super awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn FIFA 9 en voetbalvideo's. En dat wil je natuurlijk. Ik doe gewoon single player draws, want dat gaat wat sneller. Kan je lekker snel leaven. En we beginnen met een prima opstelling. 3-4-3. En ik zie trouwens ook best wel vaak comments bij langskomen. Oh, single draft is makkelijker. Of dan online draft. Of juist andersom. Het maakt helemaal niks uit. Qua draft is het gewoon echt precies hetzelfde. Maar we beginnen met 90 rated Kroos. Dus dat is op zich wel dikke prima. Ik ben trouwens benieuwd of je ook one-to-watch spelers kan krijgen. Ik denk het namelijk niet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. We gaan er gewoon al spelend achter komen. Krijg Kane, is in ieder geval goed. En we krijgen Hazard. Oké, okay, info van Hazard is wel eventjes heel chill. Waarschijnlijk wordt het een Premier League / La Liga team. Want dat zijn gewoon de competities waar natuurlijk de beste spelers vandaan komen. We gaan nu voor deze. Kom op. La Liga of Premier League dus. En we krijgen Premier League en we krijgen La Liga. Maar die van de Premier League is qua rating beter. Dus dan is de keuze op zich wel redelijk makkelijk gemaakt. Links midden, ja, dit is dan wel een beetje zuur. Ja, we krijgen La Liga, maar ik had daar eigenlijk een Premier League speler nodig. Kunnen deze even omwisselen. Dus iets beter voor teamgeest, maar dit gaat wel lastig worden hoor, om hier een beetje fatsoenlijk teamgeest te halen. Dit is al iets beter, David Luiz. Ja, ik ga voor jou. Die linkt in ieder geval goed met die andere kerel op het middenveld. Want die komen natuurlijk beide van Chelsea. En Varane is op zich ook wel chill, dan kan ik deze weer omdraaien. Oké, hier en daar nog wat aanpassingen zometeen. En dan zou dit best wel een goed team kunnen worden. Hier hebben we eentje uit de Premier League, maar voor de rest niet echt wat. Ik ga er wel voor, oké, let's go. Rechtsmidden en dan volgens mijn keeper en dan hebben we mijn basiself in ieder geval al gehad. We krijgen nu weer uit de La Liga. Maar die staat er eigenlijk weer aan de verkeerde kant. Nou, oh shit man, dit is echt lastig, dit is echt lastig. Ik weet niet goed welke keuzes ik nou zo meteen precies allemaal moet maken. We krijgen geen Premier League keeper, wel eentje uit de La Liga. Maar ja, die heeft alleen één linkje met Varane. Dus ik hoop dat ik nu een goede krijg en dat krijgen we inderdaad. We krijgen Neuer. Heb ik alleen helemaal niks aan. Maar hij is wel qua rating het allerhoogst. En deze kerel kan ik ook niet, ja... Die kan ik eigenlijk ook niet echt gebruiken. Weet je wat? Ik ga gewoon voor Neuer. Voor op de bank is het dikke prima. En dan moet ik zo meteen op de een of andere manier er maar voor zorgen dat ik wat teamgeest erbij weet te krijgen. We kunnen voor Sterling gaan. Ja, dat is wel een slimme keuze. Want die linkt perfect met Kane. En dat is ook op dit moment de hoogste rate die erbij stond. Krijgt me 9 teamgeest erbij. Dus dat vind ik dikke prima. Dan moeten we eigenlijk rechts midden. Moeten we even zorgen dat we ook nog een Premier League speler krijgen. Krijgen we nu Griezmann als spits. Dat is ook wel ziek. Als we dan zo meteen voor links buiten dan een goede krijgen uit de La Liga, dan zou dit in principe een heel goed team kunnen worden. Dit is allemaal alleen wat minder. Nou, hier kan ik niemand van gebruiken. Ik ga gewoon voor 82 rated. Weet je, ik heb ook wat hogere spelers nodig voor op de bank. En we krijgen Carvajal. Weet je wat? Ik ga voor Carvajal. Die kan ik eventueel nog wel gebruiken. Puur omdat hij uit de La Liga komt natuurlijk. We krijgen Vardy. Ja, dan ga ik voor jou. Dit gaat echt zo lastig worden qua teamgeest. Maar het is misschien wel mogelijk. Maar qua spelers die ik krijg is het echt best wel een goed team. Voor wie, ja, ik ga voor Sanchez. Die is best wel pro. Die kan ik eventueel hier neerzetten. Gaat met teamgeest plus 2. Het is niet heel veel, maar... Oh, kijk, nu gaan we teamgeest plus 6. En als ik deze 2 nu inwissel, krijg ik weer teamgeest erbij. Oké, het wordt langzamerhand steeds ietsjes beter. Ik kom steeds dichterbij bij die 100 teamgeest. Maar dan heb ik niet dit soort spelers nodig. Nee, dit is echt dikke prut. Ik ga wel gewoon voor de Jong. Puur omdat het een Nederlander is. Maar ik ga hem toch niet gebruiken. Promes is ook wel een chille speler. Ga ik alleen niet gebruiken. Heb ik eentje van de Premier League? Nee, die heb ik helaas niet. Nou ja, dan ga ik wel voor Promes. Volgende speler. We krijgen Tadic. We krijgen best wel prima spelers. Nou, valt eigenlijk ook wel mee. Maar geen één speler die ik kan gebruiken. Weet je wat? Dan ga ik gewoon voor Tadic. Let's go. Nog 2 spelers te gaan. Nog 2 kansen op eventueel wat teamgeesten bij dus. Ja, we krijgen hier eentjes van Spanje en de Premier League.
Die kan ik dus op zich wel goed gebruiken. En dit is de laatste speler. En deze Engelse kerel kan ik ook wel gebruiken. Die kan ik voor Van Ranen neerzetten. Weet je wat? Ik ga gewoon even lekker puzzelen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. En dan, dan kom ik erachter of dit wel een beetje gaat lukken qua teamgeest of totaal niet. Het gaat sowieso lastig worden. Nou, 100 teamgeest is uiteindelijk niet gelukt. We hebben 85 beoordeling, maar het kan sowieso wel beter. We hebben op zich best wel wat goede spelers. Bijvoorbeeld Griezmann en Neuer ook nog op de bank. Dat zijn best wel hooggerate spelers voor op de bank helemaal voor nu in FIFA. Maar het kan sowieso beter. Dus we gaan door naar de volgende draft. Oké, volgende draft laat ik alleen even mijn eindresultaat zien. Het is best wel een prima team. Maar het is me weer net niet gelukt om voldoende teamgeest te krijgen. Maar ik heb wel ziek wat goede spelers. Ronaldo, Salah, Dybala, Kane. Kante ook nog. Gewoon zoveel hooggerate spelers. Maar ik weet ze gewoon niet goed in het team te krijgen. En ik had ook gewoon Neymar, Isco. Eigenlijk qua goede spelers is dit bijna het beste wat je kan krijgen. Alleen net geen teamgeest, maar 87 beoordeling. Ik denk dat 87/88 ongeveer wel het hoogste is wat je kan krijgen op dit moment in FIFA. Maar we gaan nog gewoon doorstrijden. Weet je, ik wil gewoon echt kijken wat het hoogst haalbare is. En dat ben ik nu nog steeds niet helemaal achter. Dus we gaan gewoon nog even kijken of we nog hier overheen kunnen. Oké, let's go. We krijgen weer 3-4-3. Lekker hoor. Dan hoop ik dat dit de draft gaat worden waar ik naar op zoek ben. Gewoon een zieke draft met zieke ratings. Ik wil sowieso een La Liga team krijgen. Bills op zich prima, maar ik ga liever voor Piqué als centraal verdediger. Dan ga ik vanaf achteren omhoog, ga ik het gewoon goed neerzetten. Dan begin ik een keertje andersom. Normaal begin ik altijd zeg maar van boven naar beneden. Nu ga ik een keer van beneden naar boven kijken of dat verschil brengt. Dan kan ik in ieder geval denk ik qua teamgeest wat beter alles plannen. En we beginnen in ieder geval heel sterk qua verdediging. We hebben tot nu toe alleen nog maar perfecte linkjes. En we krijgen nu ook nog Ramos. Oké, qua verdediging is dit perfect. Beter kon gewoon niet. Oké, dat is chill. Dan gaat teamgeest waarschijnlijk wel goed komen. Helemaal als ik nu ook nog koken krijg. Alles is nu gewoon nog perfect. Allemaal La Liga en allemaal Spanje. Dit is echt niet normaal. Als het zo doorgaat, wordt dit echt een zieke draft. En dit wordt de eerste speler die niet perfect linkt. Dan ga ik maar voor deze kerel. Weet je, je moet dan toch een keuze maken. En dan kan je best gaan voor degene die het hoogst is qua rating. We krijgen nu ook nog Kroos 90 rating. Holy shit, dit is echt niet normaal. Rechts midden, we krijgen nu in ieder geval weer spelers die perfect linken. Namelijk deze kerel, die heeft ook een groen linkje. Rechts buiten zouden we nu weer gewoon Bill kunnen krijgen. Die krijgen we helaas niet. Weet je wat? Ja, Mbappé kan ik misschien wel voor gaan. Want ik heb daar nog zo'n speler van Paris Saint-Germain. En ik kan Salah kan ik sowieso niet gebruiken. Dus ik ga voor Mbappé. En misschien als ik nu gewoon Cavani in de spits krijg of zo, dat ik hem kan gebruiken. Krijgen we helaas niet. Dus dat is wel een beetje jammer. Voor wie zou ik dan gaan? Ik ga wel voor Morata. Want die is wel Spanje. Je had daar wel een La Liga speler. Maar die was qua rating gewoon niet goed genoeg. En we krijgen nu Neymar Junior. Of we krijgen Hazard. Weet je wat? Ik ga voor Hazard. Die link daar gewoon perfect en qua rating is die hetzelfde. Waarschijnlijk als ik nu zo meteen nog een andere centraal midden krijg en een rechtsbuiten, hebben we gewoon 100 teamgeest. En we hebben nu 87 beoordeling. Dus ik denk dat dit ongeveer het beste draft is wat je kan gaan krijgen. Dan moet ik natuurlijk qua spelers wel ietsjes beter krijgen als wat ik nu krijg. Maar Lozano is nog steeds een prima spelertje natuurlijk. Maar voor zo'n fut draft is het natuurlijk niks. Kagawa ga ik voor puur vanwege zijn rating. Ik heb natuurlijk ook wel wat spelers nodig voor op de bank zo meteen. Ik ga nu wel voor deze. Die komt in ieder geval weer uit Spanje. Qua rating is hij te slecht, maar misschien dat ik hem toch nog kan gebruiken. Dit is alleen wel een beetje lastiger. Neymar is qua rating natuurlijk het best, maar Aspas kan ik supergoed gebruiken als rechtsbuiten in plaats van Mbappé. Maar ik neem de gok, ik ga voor Neymar. Misschien is het een hele domme gok, maar ik wil gewoon de hoogste putdraft halen. En dat ga je niet krijgen als je dit soort keuzes gaat maken voor de minder hooggerate spelers. Ik ga nu voor Adouris. Die is maar 2 ratings lager als deze. Deze kill kan ik op zich misschien ook gebruiken, maar ik ga gewoon voor Adouris. Als ik die daar nu neerzet, gaat mijn teamgeest wel omlaag. Dus ik moet eigenlijk nog een linksbuiten, rechtsbuiten en een centraal midden krijgen. Dan is het echt helemaal perfect. Ik krijg nu Sané. Die kan ik eigenlijk sowieso niet gebruiken. Maar Promes wel. Ja, Promes wel. Die kan ik eventueel linksbuiten neerzetten. Dus dan ga ik voor Promes. Qua rating iets minder. Maar soms moet ik wel echt een beetje de juiste keuze maken. Sterling of Mané. Voor wie zou ik gaan? Sterling kan ik misschien op zich nog wel gebruiken. Die is qua rating natuurlijk ook het hoogst. Dus ik ga er gewoon voor. Dan ga ik even kijken wat er gebeurt als ik die daar neerzet. Krijg ik 3 teamgeesten erbij. Dus misschien als ik nu een goede centraal midden krijg, hoef ik helemaal niet meer spelers te gaan verwisselen.
Ik krijg deze kerel, die speelt bij Chelsea. Nou, die kan daar nog best wel eens gaan linken. Qua rating is die het best. En dan zet ik die daar neer en dan hebben we nu al 89 teamgeest. Oké, teamgeest gaat denk ik wel goed komen. Ik moet zo meteen een coach hebben en dan hoef ik maar 2 teamgeesten bij te krijgen. En dan heb ik het gewoon gehaald. En deze kerel krijg ik nu ook nog. Stel ik zet die daar neer, oh, dan gaat mijn teamgeest min 1. Maar oké, dit gaat goed komen. Als ik nu nog even een paar hogere rate spelers zou kunnen krijgen, zou helemaal perfect zijn. Ik ga nu wel voor deze. Kom op, in ieder geval 85 plus. Dan ben ik tevreden. Oh, nou, dan moet ik niet dit krijgen. Laten spelen, dit is mijn keeper. Kom op, laat het dan nog even iets goed zijn. Nee, niet al te best. Oké, ik ga alles even goed neerzetten. Oh, trouwens, ik kan mijn manager toch nog wel even laten zien. En we krijgen inderdaad La Liga. Oké, teamgeest is gefixt. Dan ga ik nu alles goed neerzetten op de bank. En dan kunnen we even kijken hoe hoog dit team gaat worden uiteindelijk. Nou, het team is klaar. Ik heb dus 100 teamgeest gekregen. Nou, dat wisten jullie al wel. Ik heb Mbappé en Neymar op de bank. Super chille subs. Dus qua futdraft is het echt heel ziek. En we hebben dus 86 beoordelingen. Ik had net 87, dus 87 is ook haalbaar. Ik denk dat 87 of 88 op dit moment het hoogst haalbaar is wat je kan halen in een futdraft. Daar ben ik ondertussen wel achter gekomen. Ik denk dat het wel heel lastig is om daar natuurlijk overheen te gaan. Maar misschien in de loop van de tijd, als er meer reforms te krijgen zijn en team om te zien, dus ja, dan gaat het natuurlijk vanzelf weer omhoog, de futdraft. Maar laten we even weten, als jullie ook futdrafts hebben gedaan, wat jullie hoogste is. Ik ben wel benieuwd, dus laat dat maar even weten achter in de comments. Maar dan wil ik jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar deze futdraft video. Vergeet natuurlijk niet wat saldo duimpje omhoog achter te laten, als je dat natuurlijk nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!